Theo komt uit Overijssel, uit Salland. In Haarlem is hij geboren. Als jongste van een gezin van 12 kinderen. Ze noemden Theo ook wel eens Doriske. En dat Doriske wist zich heerlijk te laten verwennen door veel lieve zusters. Hij had 3 eigen zussen. Die kleine Doris in de watten legde. En de zusters van Franciscanesse van Denenkamp konden er op de kleuterschool ook wat van. Evenals de zusters van liefde. Die Theo van ons wil nog wat worden, voorspelde moeder te Wierik, vol schrik en hoop. En ze kreeg gelijk, want Theo kwam hier naar Brabant, naar de grote stad Tilburg. De oudste van het gezin te Wierik. Broeder Gerrit had al zijn intrede gedaan bij de MSC. Theo begon zijn opleiding op de apostolische school. Even later koos hij voor de opleiding van timmerman. Maar met zijn hart zat Theo al in de Sint-Annakerk, waar hij als koster fungeerde. Maar ook daar bleef het niet bij. Hij wilde priester worden. Op 10 september van het jaar 1983 werd Theo priester gewijd. Hij is een pastorale man van deze tijd. Ruimdenkend, opgewekt, positief. Iemand met een brede kijk die met alle mensen weet om te gaan. Op 21 februari van het kapitteljaar 2017 komt Theo uit de bus als de nieuwe provinciaal overste die met zijn 66 jaar veel weet aan te pakken. Hij sluit huizen in Sittard, Rotterdam en Tilburg, maar hij opent ook huizen hier in Tilburg in de Lagewitziebaan voor de internationale MSC-communiteit, in het Smitspad en in de Predikerenlaan. Voor contacten met medebroeders bezoekt hij niet enkel confraters die in Nederland alleen wonen, maar ook confraters elders, in landen als Italië, Spanje, Zuid-Korea en Oostenrijk. Voor zo'n man, die angstige ogenblikken in het vliegtuig in Zuid-Korea doormaakte en onvermoeibaar voor de goede zaak onderweg is, vorm je toch even een gelegenheidskoor op zijn verjaardag. En dan zing je toch samen met de hele zaal het refrein. Onze jarige is een goede organisator die in 1992 het huiskamerproject mede heeft opgericht. Het heeft volop en met succes gedraaid. Meer dan 25 jaar. Theo en medebroeder Harry woonden ernaast in de Goorkestraat. Het project werd afgesloten en Theo en Harry gingen na een kort verblijf in de Lagewitziebaan met hun hondje Pucky in de Predikerenlaan wonen. Fietsen heeft Theo altijd veel gedaan. Hij komt vaak op de fiets naar Notre-Dame en bij koude dagen goed ingepakt om zich te weren tegen de kou. En de vergaderstukken draagt hij in een rugzak met zich mee. Ja, zo kunnen provinciaals er tegenwoordig ook uitzien. Sportief en open voor iedereen.
Theo, houd het zo. Want fietsen heb je veel gedaan. We gingen samen op de fiets op vakantie naar Salland. 160 kilometer op één dag. Met jou erbij was er thuis altijd pret en gein. En elke dag ging je met de fiets op bedevaart naar Keek. Pardon. En elk jaar ging je met de fiets op bedevaart naar Kevelaar. Daar heb je na 25 jaar bedevaart nu definitief een punt achter gezet. De leden van de internationale communiteit kregen ook een fiets. Die van Bens werd onlangs gestolen. Maar hij trapt er nu weer flink op los. Op een nieuwe natuurlijk. En Tarsis heeft pas geleden zijn rijbewijs gehaald. Daar hebben Theo en het provinciaal bestuur aan meegewerkt. Langere afstanden zijn zo beter te overbruggen. Ja, en dan houdt de MSC-provincie in april van dit jaar ook nog een kapitel. Verschillende werkgroepen hebben al lange tijd gewerkt aan een goede voorbereiding van belangrijke onderwerpen waarover besluiten genomen moeten worden. Theo heeft daar echt op aangedrongen. En daarom verdient hij gewoon dat we vandaag op zijn verjaardag dat mooie refrein weer eens even herhalen. Theo, houd hem zo. Want fietsen heb je veel gedaan. Ach, sorry. Klein foutje. Maar goed, ik meen het voor echt hoor. Hou het zo, wat je doet. Ja, en nu gaan we ons optreden een beetje afronden. Theo koos voor een slagvaardig bestuur. Dat enkele keren per jaar ook overlegd met het provinciaal bestuur van de zusters. En beide besturen overleggen ook weer samen met zorginstelling De Wever. Dankzij deze samenwerking verhuisde de MSC naar de eerste etage met de naam Mammeren. De zusters van Shalom wonen nu op de begaande grond. In Notre-Dame kwam een nieuwe pastor, Jean Ketelaars, en MSC kreeg nieuwe leidsters in de persoon van Jolanda van Dongen en Jeannette Meeuwissen. We laten niet onvermeld de prachtige feestweek rond 15 augustus vorig jaar, toen de MSC vierde dat de Nederlandse provincie 100 jaar zelfstandig bestond. Het was een prachtig feest voor ons allemaal. En daarom zingen we nogmaals voor de jarige provinciaal Theo, die met zijn medebroeders heel wat initiatief heeft genomen en vandaag zijn 70ste levensjaar begint. Wij zingen.